Elke zomer verschijnen er stevast nieuwsberichten over onverantwoordelijke leidingsploegen op kamp. Wij gingen een kijkje nemen bij Giro Leefdaal, die ons tonen hoe het anders kan. Wij vinden het vooral heel belangrijk om die verantwoordelijkheid ook te tonen aan anderen. En dat doen wij door dat er altijd beschikbaarheid is om bij noodgevallen toch de auto te kunnen gebruiken. Daarvoor stellen wij dan een bob aan, zodat er toch bij ongevallen een zekerheid is dat we weg kunnen gaan met de auto en dat er naar het ziekenhuis kan gegaan worden. Om ze niet te laten verdrinken, hebben ze toch reddingsvestjes gegeven wanneer ze moeten gaan wassen, want met dat water je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. En ja, ook we fouilleren ze vooraleer dat ze de eetzaal binnen gaan, want als ze missen of zo meenemen en elkaar binnen het steken. Oké, jij zit goed, gaan we door. Oh mama, kom eruit, avoid! We hebben een paar bomaanvallen. We hebben ook al hen geleerd hoe dat ze daarop moeten reageren. Mama, wat doen we met een bommeling? En zo zie je maar, een veilige kampomgeving is perfect mogelijk.